scooterleren, heb je het graag, coach? Ik kan er wel redelijk voor tegen. Het is waar, ik kwam er net uit de bus van tegen. En hij zei van, ja, van mij, het is niet zo koud. Dat zijn Japaner, die kunnen er tegen. Wat is het in jullie groep qua techniek? Wij hebben natuurlijk allemaal het lange veld. Hoe je het kan opnemen. Hier op een schatse dag van trekking. Heel goede wind eraan. Dus hij is de kopman bij ons. En ja, we zijn een paar jongens dat nou erbij zijn. In de finale, maar we hebben zo lang mogelijk erbij zijn. Je was heel gemotiveerd. Ja, maar het gaat ook. Het is het wel dat we worden. Dus je weet voor wie je moet werken. Ja. Succes vandaag. Bedankt, Jens Keuken. Nederland ook zeker. Welkom in de koers. We zijn op 76 kilometer van het einde en u kijkt naar de kop van de koers. Een kopgroep van 9, zoals Karel dat al uitlegde. En ze hebben aan boord 2 Belgen, 4 Fransen, een Let en 2 Australiërs. De Belgen hier vooraan zijn Simons en Van Hekke. Nico Simons en Preben Van Hekke. Daar heb je ze nu allebei vooraan in beeld. Rechts Nico Simons. James!
Hey Greg. Van de kop af net, Preben van Hekken, van wie we nog weten dat hij een ontsnapping zoals deze heel lang wist te dragen in de Ronde van Vlaanderen van 2009. De tweede van Stijn de Volder. Nog wat nader kennis maken met de andere kerels voorin. We zagen Lemoine van Sojasun. Dan hebben we hier voor Argos William Clark, voor net op een Australiër Zachary Dent. Fouchard. Een Fouchard die houdt ook wel van een aanval. Vaak aanvallen in dwaasheid. Maar hier is dat wellicht met een opdracht. Nee, met zekerheid een opdracht. Maken dat je mee vooraan zit. Dat je de naam uitdraagt. Want Cofidis heeft ook zijn belangen hier in Vlaanderen. En zeker in Wallonië. Als kredietverstrekker. En wellicht straks een andere man in stelling brengen. Dat is dat een vlucht niet meer die 8 à 9 tot 11, 12 minuten krijgt. En men beperkt het tot 4, 5 minuten. Hè. Controle. Ja, het waren vandaag vooral de mannen van Blanco. Hè. Via de wedstrijdradio vermeld de mannen van het vroegere Rabobank, Blanco. Pro Cycling Team die toch wel met enorm vertrouwen hier de wedstrijd in handen genomen. En hebben nu toch wel gesteund de laatste 10, 15 minuten door de mannen van Lotto Belisson met de Haas vooraan. En onze haas op de motor is er na het schotten. Ja, op de motor. We leven nog. En het peloton krijgt op dit moment bericht dat de voorsprong 3 minuten en 12 seconden.
van die touwen daar. Je kan je nooit rond in dit soort wedstrijden. Lotto Belisol niet echt, want die hebben maar één spits, zou ik durven zeggen, met Jurgen Roelands. Maar dan BMC zijn hier toch wel met 4, 5 goede renners. Husshoff, Os, Fini, Quinziato, Van Avermaat. Stuk voor stuk goede renners. En dat zou Garel. In de gekoplopers nog maar eens zeggen, daar twee mannen bij van ons land. Nico Simons in tweede positie en Van Hekken. Vrijwel altijd bij hem in de buurt. Zoek je in zo'n vlucht iemand op van jouw gabarit? Iemand waarvan je weet, daar kan ik mee weg. Dan kan ik uit de wind gaan. Goh ja, hij zou dan misschien beter achter een nog groter type gaan zitten. Achter de man van NetApp. Die lijkt me nog iets groter dan Nico Simons. Maar het, ja, hij zit daar nu. Ik denk niet dat ze daar op dit moment mee bezig zijn. Het is wel uiteraard altijd makkelijker. Hey, kom op, Reben! Let's go, Zakaria! Come on! Come on, Clark! En hier ook de linkse kant van de weg, toch wel slechte stukken daarbij. Wat gruis, wat steenslag. Opletten ook voor lekke banden. Zeker hier als je met het peloton doorkomt. Mm-hmm. Dan kies je niet waar je zit. En dan gaan we hier. Daar ligt de Taienberg, daar wat verscholen tussen ja, wat straks groen wordt. Nolle weg. Toch nog altijd twee man van koffie die is hier mee vooraan. Smoekoelis die daar bijna ten val komt. Was schouder tegen schouder, dus kun je maar beter kiezen voor dat gootje. De Ronde van Vlaanderen doorgaans zoveel volk dat er aan het gootje niet veel plezier te beleven valt. Maar hier ook wat volk, ondanks de koude. Toch nog altijd moedigen die absoluut de koers willen zien. En dan moet je eruit. Dat was nipt, hè. Dit was de plaats waar Lars Boom vorig jaar ten val kwam. Dempster zien we daar op de sukkel.
staat wat groot, bedunkt om hier boven te komen. Of kan wellicht niet beter meer. En de man die bijna ten val kwam was Fouchard. Lintvorming, dat is altijd gunstig. De wedstrijd bij de vrouwen hier, Omloop het Nieuwsblad voor Vrouwen, is gewonnen door Tiffany Cromwell uit Australië. Die komt uit voor het Orica-team. Tweede werd met het nummer 2 Emma Johansson voor hetzelfde team. Dat is een Zweedse, maar dat is eigenlijk een halve Vlamingen. Toch enige voorzichtigheid inbouwen, maar dan toch weer de snelheid hoog. Daar zit Sebastian Langeveld al in tweede positie. Ook hij, ex-winnaar van deze wedstrijd. Daar wordt Van Marken al naar voren geloodst. Van Marken zit daar in vierde positie. We gaan naar Renaat. Ja, het is Langeveld die er de zweep oplegt bij de Taaienberg. En dan een aantal mannen van Blanco. En dan zie je de rest. En het is koud, vooral koud. Maar respect voor die mannen. José, je hebt iemand opgemerkt. Ja, de man daar in vierde positie, Chiolek. Van die Zuid-Afrikaanse ploeg. Ja. Daar is hij verzeild geraakt. Ja, dat was toch wel de verrassing op het moment toen dat bekend werd, de transfer van Gerald Chiolek. Langeveld. Van... Maar dat is niet vol doortrekken, hè? Nee, dat is nog altijd Maarten Wijn al ziet, denk ik. Ja, en die nu... gaat wel tempo maken. En Sieberg valt. Dat is een belangrijke pion bij Lotto Belisol. Wordt toch gesignaleerd. Beeld achteraan en dan zie je dat hij daar ook niet echt snel vooruit komt. Hier Maarten Wijnands, daar Van Marken in het wiel van Langeveld en Siolek. Ja, als je een paar trappen zakt op de ladder, ja, dan kan het dat je daar moed uitput of dat je motiveert om weer hoger op te geraken. Hè? Ik heb het over Siolek. Ja, absoluut. Er zijn mannen bij die het op die manier gedaan hebben. Hè. Denkende maar aan een... Peter van Petegem, die via een kleinere ploeg toch hoger opgeraakt is. Daar schoten ging winnen. Lekke band voor Vachon, die zat vooraan en die is nu al opgeraapt door het peloton. Ook lek nog gereden vandaag, maar na kilometer 55 lek van Avermaat. En dan betekent dat ze vooraan nog met 6 zijn, als ze nog samen zijn tenminste. Hè? Dat is Siegberg hier op links. Daar staat inderdaad de lange Siegberg. Dat zijn toch belangrijke pionnen die je kwijt bent in die ploeg. Als je dan al iemand naast Jeroen Roelands moet gaan plaatsen, dan is het misschien deze Marcel Sieberg wel. In elk geval, wat mijn indruk is, dat de uitspatting van vorig jaar, dat die er nu voorlopig nog niet in zit. Dat het nog bedachtzaam koersen. Er zit Roelands overigens. Ja, Roelands en Paulini daarnet voor met het zwarte jek aan. Ook een mannetje van Bretagne. Het zijn niet... de bonus en de booms die we hier vooraan zien zitten. Nee. Maar wel een aandachtige Van Marken. Maar wie een beetje verder doordenkt, die weet dat er nog veel komt. En ja, dat die wind in die laatste 20 kilometer, dat die enorm gaat tegenspelen. En toch al verbrokkeling. Een groepje van een man of 15, daarachter nog een stuk of 20. Dan al een gaatje van 100 meters. 1, 2, nog eens 30, 40 renners. Dus je ziet toch... Maar daar zit ook enige logica in, want dat is na de Ronde van Vlaanderen en de E3 Haarlembeke de lastigste koers qua Vlaamse Ardennenparcours. Qua opeenvolging van hellingen. Langeveld die makkelijk oogt. Kleine versnelling, gretig. Blijkbaar ook niet echt de behoefte heeft om zich te onderscheiden. Dat is Avery Clinton, of Clinton Avery, zo heet hij. Die komt van het Ovita Eisenteam. Nieuw-Zeelander daar opgeleid. Ovita Eisen, Akrog. Groepjes die elkaar weer proberen op te zoeken. Mannen die de brug willen slaan, van groepje naar groepje willen rijden. Flens wordt ergens gelost. Ik neem aan achteraan in het peloton. Ja, maar dat is dan ook niet onlogisch. Hè. Dat is een van die mannen, van die blanco mannen. Zullen we maar zeggen. Die heeft moeten rijden de hele dag, vooral in het begin van de wedstrijd. En die ben je dan kwijt. Hè. Is dat erg als je die kwijt bent? Misschien niet, als je maar kan beschikken over een... Maarten Wijnals en misschien nog een Chalingi diep in de finale. Dus dan hebben ze daar toch wel een viertal waar ze mee kunnen spelen. Paulini die wil koersen. Met haar Roelands al dicht op het wiel. En ik dacht ook Keukeleire erkend te hebben. Minder dan 55 kilometer. Volgende helling, uiteraard, na de taaie vrijwel altijd de Eiken. De Eikenberg die we niet nemen tot helemaal bovenaan. Dus net voor de top, een honderdtal meter voor de top, rechtsop. Naar de Varend. Ja. Uh,
Het kan ook op de Eikenberg. Ik denk aan die fantastische editie met Gilbert, waar Gilbert wegreed op 50 kilometer van de streep. En daar wij ons afvroegen, waar rijdt hij naartoe? Ja, waar Nuis niet durfde volgen, dat hij dacht van dit kan niet, dit is te ver. En dus werd Nuis tweede. Gilbert die daar dan nog wel onderweg gesteund werd door De Lage, die voorop was, die voor de laatste kasseister ook dan nog even de gas vol ging opendraaien. Ja. Een hele sterke Gilbert daar. Men noemde dat toen Merckxiaans. Ja. Maar dat is pas achteraf begonnen. Het nog groter presteren van Gilbert, kan nog altijd niet zeggen Merckx. Dat kwam nog een jaar of drie later. Gilbert won hier twee keer. Hij won in 2006 en in 2008. En als ik zeg hier, dan moet ik me verbeteren. Want toen lag de aankomst elders. Ja, en die bewuste wedstrijd was het zelfs Kevinista die eigenlijk nog Gilbert het dichtste benaderde. Heel lang juist, bleef hangen wel, op 15, 20 seconden bleef hangen, maar dan uiteindelijk de hoek terug moest. Grondgebied Markendal. Helikopterbeelden zijn hier in dit soort wedstrijden altijd nuttig, omdat je dan bepaalde erkenningspunten krijgt. Ah, daar draaien we zo meteen naar rechts op. Eerst moeten we nog dat zieke kasseien van de Dichterijstraat nemen. Eikenberg op 51,5 kilometer van het einde, de top tenminste. Hè? Stijn van den Berg. Gelukkig voor de ploeg Bonen is die weer van de partij, want die heeft ook gesukkeld. Hele belangrijke pion binnen die ploeg, sterk in het voorjaar. Kunnen ze eigenlijk een gans jaar gebruiken, die man. Zeker weten. Het is wat aftasten, maar nog niet doorgaan. Nee, en toch zijn er, spreken we hier nog over een goede 35 renners, denk ik. En de rest zit al op weer al een eind verder. En nu met de Eikenberg daar onmiddellijk achterna terugkomen, moeilijk. Ja, het probleem is nu te beseffen of te zien wie zit hier bij die 35, 40 man. Hoeveel ploegmaats hebben we hier? En kunnen we daar kopmannen bij terugvinden? Mannen die we kunnen uitspelen in de finale? Nogmaals, geen oortjes. Ze moeten het zelf vaststellen. Bassonara daar ook heel goed vooraan. En inderdaad, geen oortjes. En kijk eens wat een gat. Dat wil dus zeggen, de blok erop in het peloton. Elke ploeg denkt, we hebben de juiste mannen mee. En dan gaan er hier toch achteraan een paar bij zitten die, ik ga niet zeggen, zitten te vloeken. Maar toch. Ja, dat is toch al een behoorlijk verschil, hoor. Ja, het is gedaan, hoor. En dan komt daar nog een groep aansluiten. Ik denk dat we dat hier nu in beeld krijgen. Achtergebleven mannen die nu weer het peloton zien op de achterkant met Frederik Veugelen, herkende we hier. Nogal wat mannen van die ploeg van Zuid-Afrika. Hier en daar nog een groot kanon proberen te ontdekken, maar ik zie die niet meteen. Al zijn ze ook bijzonder moeilijk herkenbaar. We zien daar Boucher onder meer achteraan. Terwijl hier Christophe gaat rammelen, maar het is vooral Stijn van den Berg die het tempo bepaalt op de Eikenberg, Renaat. Ja, begonnen aan de Eikenberg met die groep der favorieten waarin we Bonen gezien hebben in het laatste gedeelte van dat groepje. Hagen is er ook bij. Van Summeren, een leuke man aan de staart van dat groepje. En nog veel mooi volk. Zwintempo hier op de Eikenberg. Renner van Bretagne, Schuller, die overboord moet. Hier kan nog heel wat kaf van het koren. En Bonen, ja, die zit opvallend helemaal achterin, dit groepje. Hangt nu in op twee na laatste positie, de Belgische kampioen. En dat onderstreept dan eigenlijk de vorm waarin hij aan deze omloop begonnen is. Zowat in het onbekende, tenzij hij zich wat verschuilt. Dat zal later moeten blijken. Van Avermaet in elk geval goed mee vooraan. Van den Berg met een hele lange streep werk op die Eikenberg. Zoeken naar die goed bereidbare stukjes. Maar gaat dan toch wel met de nodige consignes geweest zijn van den Berg die zomaar niet gaat op kop rijden. Hier, men gaat er toch vanuit de ploegleiding of vanuit de kapiteins die daar mee nog vooraan zitten. We zagen daar ook nog een goede Chavanel in zesde positie zitten. Toch wel gezegd hebben, ga maar door. Vooraan zou Cousin alleen voorop rijden. Cousin, Renaat. Ja, Hussoft is er ook bij. En de laatste van de groep der favorieten is op dit moment Taylor Finney. En wie zeer gezwind, of toch vlotjes opgeschoven is, is Pozzato. Bonen ook ondertussen een aantal posities gewonnen. Het wordt op een lint getrokken. Het scheurt daar een beetje voor in de groep der favorieten. Maar nog altijd niet de grote oorlog. Nee. En we zijn bijna aan de afslag richting Varend. Ja, Chavanel die overneemt van een ex-ploegmakker. Gerald Ciolek. Gaat hij doen, Chavanel. Guidon van onder. Ciolek inderdaad bij Quickstep gezeten. Een hele poos. En dan IAM Cycling van een Zwitser die even zot is van de koers als Andy Ries.
nogmaals, zoals Hauster dat zei, dat was wel heel pertinent. Wij komen hier om te winnen. Daar nog overblijfsels van de groep met de twee mannen van Cofidis, Fouchard en Simons. Wordt er nog eentje ingelopen links van de weg. Dempster, Zachary Dempster. Daar het eerste groepje van een man of 40-45 rechtsaf. En een kleine volksverhuis. En komt er nog wat aan? Nee. Nee, het is zoals we het net gezien hebben in het peloton. Siolek rijdt wel opvallend veel op kop. Ja, misschien wel te veel. Goed, misschien willen bewijzen. Hier zitten we bij Jonathan Brain achteraan voor Crelan Euphonie. Renat. Ja, en een valpartij in de staart van de groep. En Hausler ligt erbij. Hausler ligt hier te kermen van de pijn op de grond. Ook nog een renner van NetApp Endura die betrokken is bij die valpartij. Ik geef gewoon het nummer mee, 228. Ah. Paul Vos. IEM Cycling, daar is een stukje van de kans weg. Met Hausler natuurlijk vooral. Vos komt ook uit de cross. En hopelijk is daar niets ernstig aan de hand met Hausler, dat weer om het voorjaar niet naar de vaantjes is. Chavanel vooraan. En een ander lid van die Zwitserse ploeg die daar naartoe rijdt. Is dat Elminger? Martin Elminger? Die is in elk geval goed op dreef. Die rijdt de pannen van het dak. Al een aantal weken. Nog 49 kilometer. Chavanel die doorgaat. Hè. Niet omkijken, niet wachten. En die al vaker bewezen heeft dat hij in rot weer op zijn best is. Denk maar aan dwars door Vlaanderen. Denk maar aan de Brabantse pijl. Hausler weer weg. Nee, iemand anders. De man waar we het er net over hadden, hè? Vos. Het groepje met favorieten, of zij die erbij zijn, op 35 seconden van de laatste man voorin. Dat moet dus Cousin zijn. Mocht hij wat later ingeschakeld hebben. Dus 9 koplopers met daarbij 2 Belgen. Simons en Van Hekken. Dat groepje voorin spatte op teen in de tweede bergzone. Vrijwel onmiddellijk. En Cousin lijkt voorlopig degene te zijn die dat allemaal het best berekend heeft. Maar wat heet best? Hier komt het peloton dat ook uiteengespat is. Het eerste deel daarvan nu toch wel snel opzetten. Ja, hier de man die vooraan zat. Smoekelis. Ja, ja. Die wordt ingelopen door het tweetal. Altijd niet weten of het inderdaad Elminger is. Dat zou wel kunnen. Positie. Dit is Cousin. En dan zijn ze daar, hè. Nog 48 kilometer. Hij weet hoe laat het is en denkt van misschien kan ik nog met dat peloton mee, maar moet ik nu wel eten. Ja, absoluut. Nog een beetje kolen op het vuur. We gaan naar Renat. Ja, correctie. Het was niet Hausler, maar Godard die gevallen is. Hausler zit hier in een groepje van de favorieten dat op het punt staat terug te keren. Heeft nog een ploegmakker daar en laat hij zijn kas leegrijden. En dat is Martin Elminger, de Zwitser, die er alles aan doet om Hausler terug naar voren, naar de groep de favorieten te politeren. Met ook Finney in dit groepje, met ook Leukemans in dit groepje. En ze gaan de aansluiting opnieuw maken. Hausler nog altijd goed en wel in koers, net als Husshoff die in dit groepje zit. Goed voor hem en goed voor de ploeg IAM. Minder goed voor Christophe Godard. IAM is een investeringsmaatschappij. Dit zijn Fouchard en Simons en Van Hekken. En Van Hekken. Op niet eens zo'n grote afstand van de koploper. En hier hebben we dan die tegenaanvallers met Chavanel, Bandiera en Smoekelis. Smoekelis die is er uitgezakt en doet hier nu toch weer mee. Ja, Bandiera, dat is de man waar die we eigenlijk aan zagen voor Elminger. Elminger die dus achteraan zit met Hausler. Zit hij toch in elk geval met minstens 3 man in de kop van de koers. Ja, in de kop van de koers. En zat daar ook nog eens Christophe Godard bij die gevallen is. Zat ze dus met 4 vooraan. Dus ze zijn klaar in elk geval voor het voorjaarswerk. Tenminste, het eerste luik daarvan. Want het is toch zo gevaarlijk om al grote conclusies vast te hangen aan dit openingsweekend. Je moet nog altijd een verlengstuk breien aan een impressionante prestatie. Van Hekke, Fouchard, Simons en Cousin, die weer samen. Nog 3 opkomst gaan we mogelijk naar een kopgroep van 7, maar met vers volk.
Poussin die met Simons de tijd neemt voor een babbel. Dat kan makkelijk in het Frans, want Simons is ook in het Frans getrouwd. In het Frans getrouwd en is ook in Wallonië gaan wonen. Die mannen daar vooraan, die kijken om, die zien dat peloton komen of wat er van overblijft. De kopgroep eigenlijk, het koppeloton en weten dat het nog 47 kilometer is en dat er eigenlijk geen schijf van kans is om nog voorop te blijven. Dus eten en drinken is de boodschap. En op naar de volgende. En nervositeit van Avermaat. Alweer. Het is voor niks nodig, hè. Het is echt voor niks nodig. Uiteraard, hij weet niet of er nog achteropkomend volk is, of er nog anderen zijn, of er nog een peloton is. Misschien denkt hij wel van, liever met deze mannen verder koersen dan met anderen. In vierde positie, Geraint Thomas. Denk aan dwars door Vlaanderen 2 jaar geleden. Moest hij alleen duimen leggen voor Nick Nyes. Hij deed toen een goede 20 kilometer met een zeer kleine voorsprong voor een Holland peloton uit. We gaan weer naar Renaat. Ja, Van Avermaat heeft hier minstens een van de sterkste blokken in wat overblijft van het peloton. Hij heeft zeker 3 ploegmaats in deze groep zitten. Finney hier nog altijd achteraan. Quinciato ook gezien. Dus BMC zeker een ploeg om rekening mee te houden. Met Husoft ook natuurlijk. Ja. Dan zou Van Avermaat toch moeten kunnen rekenen op de hulp van die mannen en die het werk laten doen. Hè? Of komt hij daar gewoon wat te prikkelen? Hier staan mannen langs de kant geplant achteraan in het laatste peloton, neem ik aan. En hier zitten we weer bij de koplopers. Het is een beetje hotsenpotsen van hot naar her, maar dit is de kop van de koers. Van Ecke, Fouchard, Cousin. En wie hebben we daar nog? Smoekolis, die kan in elk geval niet meer bijbenen. Bandiera is mee. Daar heb je Bandiera, al heeft hij het op dit ogenblik niet echt makkelijk. En uiteraard is ook de Franse kopman van het Quickstep-team mee. Chavanel. Fouchard, Simons, Van Ecke. Hier. Aha. Ja, ja, vroeg in de wedstrijd. Met daar onmiddellijk achter Boas. Op de varend met die de grote er wel zin in. Boas van Hagen inderdaad, dat is wat moeizamer. Oogt wat moeizamer. Altijd goed in die voorjaarskoersen, hè. Paulini. Ja, niemand die geneigd is om hem te proberen volgen. Of ze kunnen niet, of ze willen niet. Dag Smokkelis, maar dat is een ploegmaat. Kan hem ook geen hand meer toesteken, is daarvoor te moe. De eerste adjunct geweest van Paolo Bettini. Dat lijkt ondertussen al een eeuwigheid geleden. En dit is Parcheggio. Ja, zeker. Hè? De mannetje die vooraan gezeten heeft. Dempster. Chavanel weer alleen. Fouchard probeert mee te komen. Ook Cousin probeert dat. Het zou vooral van de verse mannen moeten komen. Hè. Van Bandiera die eigenlijk meegekomen is. Dat zou eigenlijk de man moeten zijn die het meest in staat moet kunnen zijn om Chavanel te volgen. Die jongens die daar al meer dan 100 kilometer voorop rijden in principe. Zijn die uit de wedstrijd. Op naar de brouwerij Roman. Daar rijden we nu aan voorbij. Die gaat wel overnemen. Stijn van den Berg die gaat... Ben ik benieuwd, denk ik, niet overnemen. Die weet dat Chavanel weg is. Alhoewel weten is misschien vandaag een grote uitspraak. Bonen toch voilà. Mee voorin, hoor. Ja, ja. In het eerste achtervolgende groepje. Chavanel die hier het volle pond geeft. Nou, 90%. Hier willen we de eerste zekerst. Net al. Dempster. Van
De eerste, hè? Ja. De Garmin. Hier allemaal aan een zakdoek voorbij de brouwerij. Mannetje van Lotto Pelisol dat daar de sprong waakt naar de koproep. En daar zit sneeuw op. Hier wordt nu even getwijfeld in wat overblijft van het peloton. Tsiolek, de man van MTN Kupeka, sluit hier de rij. Ook Jelle Wallais gezien in dat groepje van Summeren. Rechterrug, hier wordt even geaarzeld nu. En dan is het denk ik Langeveld die de groep weer op sleeptouw gaat nemen. En dat is nodig hoor, want ze rijden snel weg nu, die mannen daar vooraan. ...46 kilometer nog. Nog een uur en een minuut of 5 à 10 koers. Samenstelling van de kopgroep. We hebben Chavanel, we hebben Van Hekken, we hebben Fouchard en Simons, Bandiera en Cousin. En Geraint Thomas die overneemt van Greg van Avermaet. En de man van Lotto Belisol die er op zijn vlotjes naartoe komt. Allee, vlotjes toch met een ferme inspanning, maar hij rijdt er, naartoe. En dat is Hugo Roelands, hemzelf. De bandjes van Kampu, ex-Kampu van België. Ja, en dat is dan weer een ander beeld. Een ferme sprong. Als die inderdaad die sprong gewaagd heeft, dan is het dan toch misschien niet zo dom wat Van Avermaet daar gedaan nee, heeft. Nee, en zijn we nog altijd op zoek achter die verse man. Terpstra, wijs ik het wel wacht. Ja, Terpstra zeker, ja, is er wel. Je kan toch met die zijn, hè, Terpstra. Ja, goed. Uurpaar. Kinsiati. Kinsiati, ja. Terpstra. Hulsmans, Hulsmans, ja. Oh, pijpig. Dat is zwaar. Allemaal van Lotto hier. Hier, Vreugman. Brandmeijer. Champion. Zelfs Team Sky met een sterke man, Renaat. Ja, absoluut sterk nummertje hoor, van Roelands in de Bovenstraat, de aansluiting gemaakt. Paulini keek even, oh, je bent er ook bij. En zo gaan ze nu ronddraaien, denk ik hier. De wind komt hier even voelen van rechts en dat hij koud is, dat hoeft geen betoog. En nu, Maarten Wijnands links, dus ook Blanco vertegenwoordigd. Blanco vertegenwoordigd. Chavanel heeft een mannetje mee in steun. Ja. Achteraan daar met. Die kan dus zich rustig achteraan neerzetten, neerplanten. Los het maar op. Paulini, de aanstoker zou je kunnen zeggen. Hier Stijn van den Berg met zijn 1,98 meter, de langste in het peloton. Na de Haaghoek draaien we straks links op en dan rijden we de Leeberg op. De Spanjaard van Cofidis die mee is. Garcia, Egoïs Garcia, werd door de lui aangeduid als medekopman samen met Gijsselink. Dan heeft hij toch een goed oog dat hij wist dat hij goede papieren voor te leggen had. Meneer de lui. Hij heeft inderdaad een goed oog. Renaat. Ja, Van Doeselare vindt dat er een beetje meer samenwerking mag zijn. En hij port de anderen aan om hier lekker rond te draaien. Maar Roelands die is op dit moment een relatieve pauze aan het nemen. Even bekomen na die inspanning. En kijken wat er gaat gebeuren. Tempo, we gaan richting 60 km per uur op deze strook. Wat logisch is, lichtjes bergaf. Hier gaan we naar rechts afdraaien en op weg naar de volgende hindernis. Yes. Het is wel een andere situatie. We schuiven stilaan op, alsmaar dichterbij.
Absoluut, omdat de vertegenwoordiging van de grote blokken een feit is. Hè? We gaan vooral ook dat sterke BMC. Mijn inziens het sterkste van allemaal. En hier rijden we over de Haaghoek. Ja. Dat is altijd laag vliegen. Hè? Dat is hier op dit stuk absoluut laag vliegen. Dus stenen liggen er eigenlijk niet zo slecht bij. Zeker te doen, alhoewel nu met die bevroren ondergrond alles toch nog anders aanvoelt en anders nog harder klinkt. En Chavanel blijft tempo zetten, rijdt de rest daar gewoon galant uit het wiel. Dat is logisch, het is in de eerste plaats de beste renners. Plus degenen die achterop gekomen zijn, zijn allemaal mannen die al een heel tijdje voorop gereden hebben. Dus dat is ook maar logisch. Overzicht van de achtervolgers, Maarten Wijnands. Hebben we al gezegd, Roelands ook, Van Avermaat, Geraint Thomas, Sven van Doeselare. Jawel, ook vorig jaar al een paar keer ferm vooraan zien koersen. En dan die Egoïts, Garcia, Echeguibel. De minst bekende van de achtervolgers. Hier Sylvain Chavanel, de machine, 8 seconden voorsprong. Alleen naar huis rijden, niet evident hoor. Nee, zeker niet met de weersomstandigheden die er zitten. De wind die eigenlijk in het nadeel zit, vooral dat laatste gedeelte. Dan nog een heel pak zware kilometers met kasseien voor de boeg. Komen die aan de Leeberg opdraaiend. De Leeberg in de voorbije ronde van Vlaanderen al een paar keer als, kan ik zeggen, als scherprechter. Maar toch al een paar keer gediend om een paar tikken uit te delen. Roelands, die zeer overtuigd is van zichzelf. En ook in een aantal interviews meegaf, ik ben de winnaar geworden. Ja, sinds die valpartij vorig jaar in Down Under. Allemaal de carrière eigenlijk een klein beetje een kantje boordje geweest. Van Ecke die daar nu opgeraapt wordt. Ook Simons wacht dat lot. We gaan ernaar. Ja, en daardoor zitten hier nu 3 koffiediesmannen bijeen. En die vroege vluchters, ja, die proberen hier nog... We hebben nog een achtervolgende groep van 13, maar die bestaat eigenlijk maar uit 8 renners. Geen sinecure hoor, wat hier nu volgt van de knal in de wind, de Leeberg op. Dan zit je daar nog wel wat beschermd door de helling zelf, maar boven je zit er dan helemaal in op het valsplat. Ja, en zoals je net al gezegd hebt, geen oortjes. Hè. Geen oortjes hier, dus renners die een beetje vorig jaar, was het ook al duidelijk te merken, helemaal duidelijk, men wist helemaal niet waar ze mee bezig waren, moeten we nu rijden. We hebben daar vorig jaar zaken gezien van de mannen van... toenmalig nog Rabobank, die zijn beginnen rijden, die zijn gestopt, die zijn terug beginnen rijden. Uiteindelijk kwamen ze allemaal te laat. 15 seconden, 16 seconden, dus verdubbeling van de voorsprong van Sylvain Chavanel. De gegevens van de Leiberg, de Leeberg beter, een puntje naar bijna. Ja. Omdat hij in de Ronde van Vlaanderen van vroeger vrij diep zat, toch vrij pittig. Maar vooral het voorgeborgde van de Berendries, maar die doen we nu niet. Hè. Nee, maar wel. Die, we hebben die al gedaan. Ja, die hebben we al gedaan. Hè. Ja, eerder in de wedstrijd, maar nu niet meer. Nee. Ja, gaat goed. Garcia. Ja, maar vooral ook Stijn van den Berg op zoek achter Chavanel. Dat is een beetje de vraag, waarom wilt hij wegrijden? Uit dit groepje. Ja, vreemd. Ja, dat is vreemd, hè. Je zal toch weten dat Chavanel daar rijdt? Ik hoop het voor hem, ja. Van Avermaat die nu doortrekt. Ja, die kan zijn vorm niet wegsteken. Roelands, slim als hij is, die laat zich achteraan meedrijven. Het is Van Summeren met een probleem. Renaat. Ja, de slachtoffers, zoals te verwachten van die passage over de Leeberg. De vroege vluchters, allemaal overboord, gekieperd. Ik denk niet dat ze nog in staat zijn om terug te keren. Tenzij het hier stil zou vallen. Want hier wordt nu toch getwijfeld, geaarzeld in die achtervolging op Chavanel. Ook omgekeken van Avermaat, die dan probeert de gang erin te houden. Roelands, die zich inderdaad gedijst houdt. Die zich afzijdig houdt, die wacht, die zijn moment straks misschien gaat kiezen. En de mannen van de vroege vlucht die krijgen het nu ook lastig hier bij die achtervolgers op Chavanel. En daar is het verschil weer gehalveerd. Nog 8 seconden. Helemaal alleen tegen de wind hier. Ik denk dat Chavanel zijn overmoedigheid al een klein beetje bekoopt. En denkt van, oeh, het is nog ver. Het is nog 40 kilometer. Misschien toch maar beter wachten. En over 5 kilometer rijden we al naar de Molenberg. Dan rijden we naar de Molenberg. En dat is echt wel een rotting. Dat is echt wel een ding om te schudden. Het probleem is, denken nu.
en communiceren. Hoe doe je dat? Hebben we bij die mannen, het groepje Roelands van Avermaat, wel de juiste pion? Ja, maar ik zie achteraan niet veel meer gebeuren. We hebben er ook nog weinig beeld van gehad. Van een groep bonen, zullen we maar zeggen. Belangrijk gaat zijn of we hier nog actie zien. Is Wijnands bijvoorbeeld de juiste pion bij Blanco? Ik denk het niet. Hè. Als ze naar hier gekomen zijn met Sepp van Marken en Lars Boom. Of misschien hebben deze mannen straks bovenop de Eikenberg toch nog een of andere versnelling in de benen. Rijden ze daar weg met... Daar is de futter uit hier. Ja, ja. Zit Vakant Soleil mee? Nee. Dus? Ja. Sterk blok, zei je? Ja, sterk blok. Ze gaan moeten gaan op het moment waar ze kunnen. Hè. Dus ik zou zeggen, mannen, als je nog volk hebt, op kop rijden tot aan de voet van de Molenberg. De voorsprong van die mannen die daar nu voorop rijden, toch niet te ver laten komen. En dan vanuit, van op de Molenberg, toch nog eens proberen een alles of niets poging doen. Er is overleg, niet met de wagen, want ja, ook daar hebben ze weinig zicht. Bonen zien we daar zitten. Boasson Hagen vooraan. Ook een pion van Blanco zit daar vooraan. Usoft zou van hier achteraan zitten. En dan toch een poging van IAM. Ja. Is dat leuke man die er naartoe springt? Of Marcato? Top van de 11e helling, de Leeberg. Dus nog eentje, de Molenberg. Ik denk dat het terug Hausler is die daar gaat. Zonder handschoenen aan. En Bonen die zich gedeinst houdt. Als ik daar wel katachtig plat legt. Ja, en ik zie daar geen Terpstra zitten, denk ik. Nee, maar die kunnen ingepakt zijn, hè? Ja, je zoekt Terpstra, de kampioenentrui. Ja, maar Terpstra reed met de kampioenentrui aan, denk ik. Ah, zo. Maar zo, we hebben hier de voorbije jaren nogal naar een peloton zitten kijken waarvan we dachten wanneer gaan ze, maar ze konden niet meer. Dus in dat groepje achtervolgers, terwijl ik kijk naar Tom Boonen, de tweede van vorig jaar, met naast hem die andere kampioen, die Noorse kampioen, het wel Boasson Hagen. Wijnands van den Berg, Roelands van Avermaat, Geraint Thomas. Fouchard dan toch weer komen aansluiten bij Garcia zijn ploegmaat. Bandiera is ook mee voor IAM Cycling of IAM Cycling. Paolini en Van Doeselaar, de sterke West-Vlaming. En hier Renaat. Ja, dat peloton, inderdaad, als je blijft stilstaan, dat duurt dan een eeuwigheid voor die jongens eraan komen. Keukenleider bepaalt dan nu het tempo met de Hausler. Maar de gang hier lijkt me niet snel genoeg om iets te doen aan die achterstand. Want de wind die is aanwezig op het parcours. En ja, draaien en keren hier en dan krijgt die wind telkens uit onverwachte hoeken. En dat zal de achtervolging eigenlijk ook geen deugd doen. Zo gaat het moraal rap richting dieptepunt. Ik denk dat de koers hier wel beslist kan zijn. Guillaume van Keirsbulk zit daar in positie 4. Krijgt nu Bonen naast zich. Zijn captain, zijn kopman. Ja, mannen van Quickstep of van Omega Pharma. Quickstep zitten er eigenlijk niet slecht bij. Ze zitten daar met een Chavanel en met een Van den Berg. Ze zijn daar diegenen die ze dachten van daar vooraan te hebben. Ze zijn in ieder geval met 2. Maar als het vooraan samenkomt en ze blijven elkaar daar verstaan, dan hebben ze natuurlijk wel een probleem hier. Ja, maar ik denk dat ze hebben nu al een probleem, denk ik. En ik zie niet echt in wie er gaat gaan rijden. Misschien straks een alles of niets poging bovenop, terwijl we daar op links Sepp van Marken zijn gekomen. Is nog altijd alleen, hè? Ja, trek terug door. Dat heeft vooral te maken omdat men achteraan daar niet echt de juiste verstandhouding vindt. Vandaar dat ik toch nog altijd wel twijfel. We gaan maar een stuk wijzer zijn, een stuk wijzer zijn na de Molenberg. Met een tippe als deze Chavanel. Is twijfelen ongezond, hè? Twijfelen is ongezond en Chavanel kan een tijdrit rijden, hè? Als je het maar weet. Een paar keer Frans kampioen in dat onderdeel. Benieuwd hoe Chavanel de Molenberg verteert. Dus hier ziet hij het groepje met achtervolgers. Met een hardwerkende Wijnands. Van den Berg daarbij, Roelands van Avermaat. We gaan het rijtje af. Dat zijn de landgenoten. Dan Geraint Thomas van Doeselaar, de vijfde landgenoot. Dan Fouchard, dus de overblijver van de lange vlucht. Dan Garcia, Bandiera en Paolini. Zijn dan toch twee Italianen die zich goed in hun sas voelen op deze wegen. En Roelands die pakt dat zeer verstandig aan. Roelands is echt het bord van de tegenstrevers aan het leegeten. Echt heel voorzichtig bezig. Hier, dat zijn geloste mannen. En Cousin en Seymes die hangen er nog wel tussen, hoor. Hier, zie je? Verloren moeite. Hè. Ze rijden richting, voilà, de wagens gaan er nu al voorbij. Ze rijden, draaien straks op richting Molenberg. En daar gaan ze dan nog een ferme tik krijgen in het peloton. Die hangen op 3/4 minuut. Op 3/4 minuut. Het peloton, dit is nog een minuut verderop. Dit moet Van Hecke zijn. Dit is Van Hecke. Zo.
Zoals ik zei, Van Hekken vroeger bij de jeugd evenknie, ook in de wedstrijden bij de belofte van Summeren. Hoe komt het dat zo'n Van Hekken niet doorbreekt en Van Summeren wel? Ja, verkeerde keuzes gemaakt misschien van Hekken toch op belangrijke momenten. Misschien de verkeerde keuze gemaakt om toch maar knecht te gaan spelen of juist niet knecht spelen. En van daaruit nu nog altijd binnen die Topsport Vlaanderen Baloise ploeg als wegkapitein. Of als man die op moeilijke momenten het op bepaalde momenten toch nog kan. Maar zoals dit vandaag hetgeen hij nu tegenkomt is niet abnormaal. Hausler hier terug vooraan, handen bloot. Nog altijd. Niks koud. Van Keijsberg die reageert op een impuls van Offredo. Langeveld zit daar ook. Maar wat heb je aan goede benen op 1,45? Nee, ze hebben te lang gewacht. En dat heeft misschien wel te maken met de niet-aanwezigheid van Oortjes. Hè. Dus een beetje twijfelen. Hoeveel mannen hebben we mee? Ja, maar het is goed. We hebben Chavanel mee. We hebben Van den Berg mee. Oei, oei. Oh, ik ben er langer van overtuigd dat Oortjesloos koersen vaak prettige dingen teweeg brengt. Voor een ex-ploegleider is dat natuurlijk wat ongemakkelijk aanvoelen. Je kunt niet ingrijpen en je wilt toch je intelligentie tonen. En je kan dat niet. Ja, klopt. Dus moeten renners initiatief nemen? Moeten renners initiatieven nemen, dan gaan we misschien straks, wanneer de ploegleiders door kunnen... Dat is weer een ander paar mouwen. Wanneer de ploegleiders door kunnen, krijgen we misschien toch... Stel, je zou ploegleider zijn terwijl hij er Chavanel aan de Molenberg begint. Je zou ploegleider zijn van deze Chavanel. Zou je hem al lang doen wachten hebben? Nu nog niet. BMC. Bistro. En Van Avermaat slaat het gat op de rest. Kan hij de sprong naar Chavanel wagen? Ja, en dan? Doorrijden, hè. Doorrijden met twee doorrijden. Daar zitten ze er alle twee goed voor, want Chavanel in een sprint na 200 kilometer is en blijft een gevaarlijke klant. We hebben hier al gezien, vorig jaar nog, met hoe moeilijk het is om hier op deze strook te winnen. Hè. Het gaat hier dan toch al wat moeizamer met Van Avermaat. Ik denk dat hij zich bedacht heeft. Misschien ook wel omdat hij ziet dat Paolini snel komt opduiken. Renaat? Ja, Garcia is op dit moment het kind van de rekening. Het is een Fouchard bedoel ik. De Spanjaard hangt er nog tussen. En dan kijken wat daar vooraan gebeurt. Paolini die zich weert als een duivel in een wijwatervat. Met Van den Berg die afstapt. Roelands die zijn moment nog altijd lijkt af te wachten. Van Avermaat is oh zo gretig. Van den Berg is oh zo goed. Van Avermaat. Ja, Van den Berg als knecht, dan ben je echt wel sterk. Hè? Mag je wel zeggen. Van Avermaat die nu toch kiest om het laatste gaatje ook maar dicht te rijden om Chavanel toch terug te nemen en Roelands die op zijn kouse voeten meegelipt. Ja. Ja. Laatste helling zit erop, maar we moeten dus nog naar die lange munten. En onderweg komen we ook nog de Paddenstraat en de Lippenhovenstraat tegen. Ook zij beginnen aan de Molenberg met de Van Marken. Ja. 14% maximaal. Bonen daar. Kom aan! Hey, Tom! Kom aan, Tom! Hey, Greg, kom aan! Hey Kevin, come on! That's our film. Troubles in Paradise. Adiotjes jongen, op dat hoor.
Nee, is toch een goed signaal voor Bonus. Hè? We zijn toch kilometer 170 bijna. En Stibar. Ja. Stibar daar aan de kant. Als crosser zoekt hij de wat lager gelegen deeltjes op. Van Marken minder indrukwekkend dan vorig jaar hier. Bernard Heisel er ook op links. Juist. Te pakken ervaring natuurlijk hier in Vlaanderen. Herkennen. Klopt dat? Of was het druk eer? Ja, ik twijfel tussen de twee. Roelands, omkijken. Hoeft voorlopig nog niet. Is Roelands nu al een meter aan de leiding gereden eigenlijk? Denk het niet. Moet ook niet, hè? Bandiera ook niet. Meeglippen op het moment waarop het moet en dan rustig blijven. Dat is de kunst. Zo win je koers. Zo win je koersen. Zo kan je ook deze omloop het nieuwsblad winnen. Wellicht van Avermaat die blijkbaar nog altijd niet lijkt te weten dat ze 1 minuut 47 voorop zijn. Tot vervel is toe gezegd, zoals. De fans die. Die man draait zot. Wonderdag op een goede dag moet je koersen zoals je dat op een slechte dag doet. Voorzichtig zijn dus. Wachten. Wachten. En niet 5-6 keer proberen, maar 1 woef, straffe cartouche. Ja, en die ga je straks nodig hebben op die stenen van de Lange Munten. En als je ze daar niet nodig hebt, dan ga je ze hier nodig hebben. Want dat gaat hier, wanneer ze met dat groepje voorop blijven, dan gaat er toch een aantal demarages komen. Omdat er een heel veel renners bij zijn die weten dat ze in de sprint in principe niet kunnen winnen. Dit is de grote leegte. Hier en daar wat afgewaggelde lieden. En dan het peloton. Het pelotonnetje Bonen dat een tempo onderhoudt. Fouchard volgt op een goede 23 seconden. Simons met Cousin nog altijd wat verderop. Die staan op het punt om ingegrepen te worden door dit pakketje van een man of 40. We zagen Van Summeren overigens daarnet afstappen. Hè? Ja, afstappen bij een van de volgwagens. Voilà, Bonen die dan nog eens. Ik ben er absoluut zeker van dat hier ook een pak frustratie zit nu. Hè? Van tju, goeie benen en ik kan er niks mee doen. Ja, het is over en out. We zijn 33 kilometer van het eind. Er komt nog wel een demarrage, maar dat is voor. Ja. Van Nofredo voor de En Pozzato zagen we daar ook met een glimp. Renaat. Ja, wij nog altijd in het spoor van de kopgroep. En dan is het mooi om te zien hoe zij de situatie proberen te monsteren. Op dit stuk waar we een bocht genomen hebben, kijken ze even achterop. En dan zien ze op die smalle wegjes niemand eraan komen. Dat groepje met Bonen en compagnie nog altijd niet te zien. En dan zal dat hier vooraan een goed gevoel geven. En dan weten deze jongens voorin, de kopgroep van 10, dat ze een kans hebben op de overwinning. De gedoodverfde snelste man, Roeland. Maar we zijn nog niet aan de streep natuurlijk. Nee. En in de omloop, het Niesblad, heb je niet altijd alles aan de allersnelste benen. Vraag dat Bonen maar. Ja, vraag dat maar aan Bonen. Vorig jaar die toch wel verrassend geklopt en op zijn waarde geklopt onderweg. Zelfs de latere winnaar, Sepp van Marken, beter onderweg dan Bonen. Maar dan denk je toch nog altijd, Bonen zal dat wel redden hier in de sprint. Ondertussen wordt die groep ingelopen door een groep achtervolgers. En gaat dat wat veranderen aan het beeld? Goh ja, we krijgen in principe meer renners van dezelfde ploeg samen. Als ploegleiders dan nog iets kunnen doen. We zijn nu wel de bergzone voorbij. Dus ja, alle heuvels zijn op. Alle heuvels zijn op. Dus er kan nu een moment gereden worden. Maar ondertussen tegen ze eigenlijk samen zijn en er een beetje coördinatie is, hebben ze twee minuten. Takan Salaik kan misschien daar groeperen? Ja, waarom ook niet nog andere ploegen? Hè? Assistentie vragen? Voilà. Daar is Herman Frison, die op zoek is naar ik weet niet wat. En Roelands. Toch wel bij een pak van de volgers van de kenners. Topfavoriet nummer 1. Topfavoriet nummer 1, vooral ook omdat hem, ja, het stelt zich ook anders aan. Hè. Het is niet meer de Jurgen Roelands van de voorbije 2-3 jaar. Het is echt wel, ja, is kopman geworden.
hetgeen wij eigenlijk al jaren hoopten. En die de klik gemaakt, hè? Van Avermaat bezig zien, geven, geven, geven. Ik moet mee zijn. Ja. Renaat. Ja, een oorlog tussen de volgauto's. Een nervositeit alom. De beurt van Frison is voorbij. Baldato wurmt zich nu voorbij. Iedereen, alles en iedereen tot bij Van Avermaat. Helemaal voorin. Dat is het gevolg natuurlijk van een oortjesloze wedstrijd. En kijk, die volgauto daar nu rijden. Helemaal voorin de koproep. En die moet nog ergens weg natuurlijk. Men pleit wel eens, ook in functie van de dopingstrijd, voor externe ploegleiders. Maar als je dit moet waarmaken, je hebt nog nooit in een koers gezeten, achter het stuur van een volgauto, dan word je gewoon weggereden. Hè? Dan ga je in de eerste plaats ferme ongelukken veroorzaken. Dan moet je toch echt wel de gedragingen van een renner en van het peloton kennen. Je moet de koers ook kennen, weten wat eraan komt. De laatste groep in dit, van dit peloton volgt op 3 minuten 48. Wat is die Paolini ook drukdoend? En de slimme man van Lotto Perisol helemaal achteraan. Cousin en Seimes worden opgeraapt door het peloton. Waar die van Orica Greenwich nu mennen. Ja, ze gaan niets moeten doen. Hè. Tenminste, wanneer ze zomaar niet volledig willen afgaan. En druk. Ja, die heeft een mannetje vooraan. Christophe aan het wiel. Langeveld met zijn goede benen zit daar. Ja. Te niks in. Je ziet dat gewoon. Kijk eens, die trapt door de boter. Hè? Ja, de derde man op links. Dat maakt allemaal niet uit. Daar heb je ook Os. Die komt nu uit voor BMC. En niet langer voor Liquigas of Cannondale. We gaan naar Renat. De Moriaan, we zijn op de Paddenstraat. De poort tot de finale van de Omloop het Nieuwsblad, kan je zeggen. Het moet nu helemaal beginnen, want het kan natuurlijk een tactisch steekspel worden. De Moriaan is toe, jammer genoeg. Maar dit is inderdaad de Paddenstraat. En in de combinatie Paddenstraat, Lippenhovenstraat, werden er vorig jaar toch wel een paar afgekletst. Hè? Ja, nu de weersomstandigheden goed. Het is te zeggen, het is koud, maar het is droog. Echt veel kou zullen deze mannen vooraan niet meer hebben, denk ik. Sven van Doeselaar, nogmaals vorig jaar ook een paar keer verrassend sterk. Hè? En een jaar ouder. En niet dragen. Sterk. Vorig jaar heel sterk zelf. Maar hele goede wedstrijden, hele goede wedstrijden gereden. Alles behalve dragen. Was een veelwinnaar bij Nieuweling en Juniores. In beide categorieën uitgeroepen tot jongeren van het jaar. Absoluut. Van Avermaat. Even het kantje op, een stukje asfalt opzoeken. Chavanel gewoon op de rug. Op weg naar Velzeke en dan aan het Romeinse plein rechtsop naar de Lippenhovenstraat. Schuin de wind daar, schuin rechtsvoor. Het is natuurlijk niet meer wat het vroeger geweest is, de Paddenstraat. Ik heb het over de lastigheidsgraad. Vroeger lagen die kasseien toch een pak slechter. Maar ik heb toch de indruk dat ze hier ook al wat meer kaduk liggen dan pakweg 5 jaar geleden. Ja, ze liggen hier al een tijdje, hè? Dus die worden daar niet beter op. Het gevaar zit hierin, want dat betonrandje aan de kant, dat ligt een centimeter of 3-4 lager. Als je daar niet echt behendig genoeg bent en je gaat daar een beetje in de paniek, we hebben daar al 4 renners die vallen. Wat rijdt die wijn als goed, zeg? Dat was ook bij die mannen van Blanco, ook door Lars Boom mee naar voren geschoven in deze finale. En ze hebben natuurlijk ook wel een bijkomend doel, naast het feit dat ze af willen van het juk of het imago van Rabobank. Willen ze natuurlijk ook een nieuwe sponsor. Ze worden nog betaald door Rabobank, want iedereen weet dat achter Blanco Rabobank zit. Dat is overigens ook een fijn gevonden publicitaire stunt. Maar er moet een nieuwe sponsor op en daar zijn ze naar op zoek. Daar zijn ze naar op zoek. Nou, dit jaar is het gedaan. En elke koers is belangrijk. En hier rijden ze wel, maar het gaat dan toch van meer ploegen moeten komen. Ja. Wanneer het van 3-4 man moet komen, dan gaat het niet lukken. Ik heb de indruk dat die van Vacan Soleil gewoon niet goed genoeg zijn, want anders zouden ze er ook mee zitten. Ja. Mochten ze nog oog hebben op. Opletten hier dat je toch niet lek rijdt, hè? Ja, lek rijden en vooral recht blijven is hier de boodschap. Hè. Het ligt er nu wel droog bij, heel belangrijk is. We hebben in het verleden vaak valpartijen gezien, maar dat heeft meestal te maken met een nat wegdek. Egoïts Garcia ook goed mee. Ja, Spanjaard op Vlaamse bodem. De enige Spanjaard die hier won, Fletcher. Renat.
Ja, indrukwekkend toch hoe Wijnands deze volledige paddenstraat eigenlijk bijna voor zijn rekening neemt. Er komt dan nu die Spanjaard voor als het opzetten en die gaat versnellen. Egoiz Garcia voor Favor. Een Spanjaard op kop op de stenen van de paddenstraat. We verwachten hier Fletcher, maar het is Garcia van Cofidis. En dan laat de rest even begaan. Wijnands ziet dat gebeuren. Hij krijgt even ruim baan op het gedeelte lichtberg af nu richting Romeinsplein. Of hoe heet dat daar ook weer? Waar je een krantenwinkel hebt waar nog reclame gemaakt wordt voor het volk. Ja. Maar als je aan de renners vraagt, wat gaan jullie rijden straks in België aan het volken? Ja, aan deze Garcia moet je dat niet vragen, hè, want nee. Die weet dat niet. Hè. Maar aan alle andere renners, bij de meesten toch die al de 30 bijna of bijnaast bij zijn, dat zijn de mannen van een omloop het volk. Hè. Het is een Bask en in het Baskenland heb je dat nog wel, die eendagscultuur. Elders in Spanje zijn dat allemaal rittenkoersen, maar in het Baskenland wordt nog per dag gekoerst. Het is een redelijke koerst ook. Hè. Het is er zo geen van 60 kilo. Hè. Ik heb de indruk. Hij is hier graag, met andere woorden. En nu zo meteen linksop Lippenhovenstraat. Die er ook stukken beter bij ligt dan vroeger. Ik heb ooit nog geweten in de Ronde van Vlaanderen midden de jaren 90 dat daar een spandoek hing. Hier begint onze miserie. Slechte weg. En dat was een boodschap van de bewoners. Hè? Ja, zowel deze paddenstraat als de Lippenhovenstraat zijn ondertussen er legt. Nog wel in kasseien, maar die liggen er totaal anders bij dan de kasseien van bijvoorbeeld pakweg een gemiddeld stuk in Parijs-Roubaix. Noem dat maar dankzij de monumentenzorg in het teken van de Ronde van Vlaanderen, dat die weer in kassei herlegd zijn. Renaat. Ja, Garcia kiest een ander traject, gaat links van de weg rijden en dan rechts zien we Van den Berg. Van den Berg die de rest op sleeptouw neemt. De Spanjaard misschien iets minder terreinkennis, maar komt nu weer naar binnen. Chavanel zit in voorlaatste positie, rijdt op dit moment op zijn sloffen, zit in de spreekwoordelijke zetel. Bandiera. Daarvoor Sylvain Chavanel. En Van Doeselaar. Die ook makkelijk trapt. Ja, aan de boven op het stuur. De man daarvoor, Geraint Thomas. Anderen onderaan in de beugel. Renaat. Van den Berg. Van den Berg ontketend. En ze moeten allemaal in de beugel. Ja. Met Paulini die zich kromt over zijn stuur. En Van den Berg die het kloofje slaat. En dan hier achteraan. Ja, Chavanel, ik weet niet hoor. Ja. Heeft natuurlijk al wel wat gegeven. Chavanel. Dan zien we dat Garcia toch een gat moet laten. En dat Paolini op een vrij groot verzet weliswaar dat hij wel meegaat. En Van den Berg dat zonder omkijken. Ja, zonder omkijken. En Van den Berg hier in de buurt waar hij ooit een bij de belofte een van zijn enige en betere wedstrijden won. Mm-hmm. Trofee het volk. Ja. In Zottegem. Een mens van 1,98 meter. Nog een centimeter groter dan Van Summeren. Kantje poortje voorbij winter of hij dit niveau wel zou halen. Alsjeblieft. Hier is hij. Op naar de laatste 25 kilometer. Maar Garcia slaagt er wel in om de schade te beperken. Een gat van een meter of 4-5, dat rijdt hij wel weer dicht dankzij een goede bochtentechniek ook. Hij ja, gaat er vlotjes door. Van den Berg die nu wel zal inzien, hier gaat het nog een klein beetje bergop. Maar straks kruisen we de grote weg van Zwalm richting Zwetteren. En dan smalle weg op, betonweg. Zag je hoe dicht Roelands op dat wiel van Van Avermaat zat? Dat was er echt op plakken. Maar het is wellicht een van de betere bestuurderspiloten in het peloton. Die zijn weg met wezen. Inderdaad. Ze gaan hier niet mogen kijken naar elkaar. Van Avermaat en dan Roelands. Dat toch maar overnemen in dit geval. Ja, dat mag nu wel, Renaat. Ja, straf hoor wat Van den Berg deed. Alle registers opentrekken. Ik weet niet hoeveel hij er heeft, maar hij bleef doorgaan naar de Lippenhovenstraat. En Paulini is nog geen centimeter op kop gekomen. En hier wordt nu toch even getwijfeld. Roelands die op kop komt, maar er zal meer moeten uitkomen. En ze kijken naar elkaar en ze twijfelen en ze aarzelen. En de Blanco-ploegleider komt even raad geven, een drinkbus dan, aan Maarten Wijnands. Stijn van den Berg. Ja, die mogen ze niet laten rijden, hè, want die heeft een mannetje daar, Chavanel, die kan afstoppen. En Roelands wacht. Ik zou dat niet doen. Ik zou toch eens laten zien dat je van goede wil bent. Ja, je moet uiteraard gokken. En rijd je nu wel met een heel kleine versnelling rond, maar je moet toch zien dat je mee bent. En net wel een hele prachtige sprong gedaan. En misschien denkt hij van, ja, als we straks op die lange munten komen, dan kan ik er nog wel naartoe. Of misschien denkt hij, Van den Berg gaat straks ook wel eens nadenken. Want als ik met Paolini naar Gent rijd, dan hang ik. Ja, dan ben ik tweede. Maar wie gaat er binnen die ploeg nog tweede worden? Chavanel in de sprint? Inderdaad, dat een probleem.
Dat is een probleem, maar kijk naar het verschil met het peloton Bonen. Dat is 2:08. Dus aan hen hier de opdracht om dat gat te dichten. En Paulini nu wel op kop. Die weet dat hij met deze Stijn van den Berg heel sterk onderweg is. En we hebben nog gezien op de lange munten, daar kan nog wat. Hè. Als je daar echt goed bent, ja. We hebben dan nog mannen los uit het wiel zien wegrijden. Dat klopt. Maar dan moet je nog dwars door de wind naar Gent. Ja, maar als je de beste bent... 7 seconden. Dan blaast de wind voor iedereen. Absoluut. 7 seconden slechts. Bandiera. Komt ook uit deze ploeg. Negen seconden. Ik ben benieuwd. Kijk naar de grimas van Paulini. Al kan er ook van de kou zijn. Of weet hij de camera in de buurt? Ja, misschien maar daar hebben ze niet veel aan, want er zijn geen oortjes. Nee, dat is een goede renner en die gaat zijn kans wagen. Hè. Die gaat absoluut proberen. 25 kilometer van het eind nog staat daar. Hebben de renners ook gezien. Paulini, ondanks de leeftijd, ook vorig jaar goed bij ons. 7e in de Ronde van Vlaanderen. Voilà. 11e in Parijs-Roubaix. Een renner die toch elk jaar zijn ding doet, vooral hier op de Vlaamse wedstrijden. Maar ook wel zowel het voorjaar als het najaar meestal goed is. 36, hè? Ja. Stijn van den Berg houdt het voorlopig bij 29. Al moet hij dat nog worden. Straks in april. 2:15. Ah, hier nu toch proberen rond te draaien. Chavanel. Rustig en lustig van achter. Vooral proberen die voorsprong echt niet te ver te laten uitlopen. En dan misschien nog met een late sprong op de lange munten is er nog veel te doen. 15, 16 seconden. Je moet er dan wel nog naartoe. Van den Berg en Paulini. Renaat. Ja, de weg slingert hier een beetje. En zo zijn de twee zowaar even uit het zicht. En bij mijn weten is Paulini nog maar één keer aan de leiding gekomen. Dat lijkt me ook niet de goede tactiek om Van den Berg dan te laten winnen bij Omega Pharma Quickstep. Hij doet het nu wel. En hij trekt goed door. Ja, hij trekt goed door. En zoals ik er net al zei, dat is makkelijk gezegd van laten winnen. Maar Chavanel, ik denk zoals je net Renaat al een klein beetje opmerkte, is die nog wel goed genoeg. Deze Stijn van den Berg in ieder geval beschikt over een stel superbenen. Niet alleen lange, maar ook nog eens goeie. Misschien heeft Chavanel wel besloten, ik ga mijn wedstrijd indelen in compartimenten. En ik ben nog net niet goed genoeg. Dus ga ik in het compartiment 140 tot 160 volle pond geven. Of misschien heeft hij inderdaad hele goede benen en heeft die Stijn van den Berg gezegd, maak dat je wegkomt, want ik kom. Wij zullen zien. Zijt hij. Van den Berg die de voorbije winter niet het volle pond kon geven omdat hij in de herfst geopereerd werd aan de knie. En kreeg daar ook weer last van in december op het trainingskamp in Mallorca. Dus dan begrijpt u dat hij geen optimale winter gehad heeft. Dan mag het een wonder heten dat hij hier dat niveau haalt. Hij moest ook in januari zijn trainingstochten nog beperken tot een goede 4 uur. Gaat hem dat in de finale opspelen bijvoorbeeld? Moet je overal rekening mee houden. Ja, maar wel een man die altijd werkt en keihard werkt. 20 seconden. Een van die renners die echt wel beroepsrenner geworden is. Niet alleen op het pure talent, maar vooral op karakter. 20 seconden. Dus jij gaat er ook nog vanuit dat er vooraan nog wat kan gebeuren op de lange munten, maar dat het ook hier achteraan kan. Normaal gezien moet hier nog wel iemand in zitten, denk ik toch, in dat groepje. En anders zijn het de twee beste die weggereden zijn. Maar ik verwacht dat we toch nog een demarrage krijgen. Een late demarrage op de lange munten. En benieuwd of Chavanel een spelletje speelt. Ja, dan nee. Die moet dan toch zeker mee zijn. Dit is een blijk van voorjaarsvorm. Dat is het vooral. En die hebben deze twee. Renaat. Ja, Chavanel houdt zich opvallend afzijdig hier natuurlijk in de groep achtervolgers. Zit de hele tijd in laatste positie of zo wat te brokkelen. Maar het cruciale stuk wordt zo meteen natuurlijk ook die brede baan, de Hundelgemse Steenweg, richting Lange Munten. En dat, na de Lange Munten, dat gaat ook nog een rol spelen. Dat is echt een rotstrook. Maar die wind, hè. Noordoost. 4 before. 22 seconden het verschil, handgeklokt.
Thomas. Dat is niet vol. Nee, het is overnemen, wetende wat er nog komt. Een beetje schrik hebben om daar naartoe te rijden, naar die mannen. Zie je, van Doeselaren, van de kop af onmiddellijk kijken naar rechts. Allee, de volgende. Ja, ja, en ook zeker niet Jurgen Roelands die gretig is. Wel op kop rijdt, maar dan toch ja, nadenkt. Oei, die nu al begint te twijfelen van... Het zal toch niet waar zijn, zeker? Zet je van Chavanel, schuif maar in, meneer Geraint Thomas. Olympisch kampioen, nietwaar, ja. In Londen. Vorig jaar alles op die Olympische achtervolging gezet. De achtervolging met 4. Maar nu toch weer vol op de weg. En ik denk dat hij voor de rest van zijn leven de piste gaat vergeten. Ja. Dat is genoeg als je dat binnen hebt. Sommigen inderdaad wel de beste oplossing. Ja, het is nu geweest. Die Olympische Spelen in Londen zijn nu voorbij. Met succes afgewerkt. Dus... Hele mooie coureur om naar te kijken. Een flyer stippen. Maar onderschat hem niet op Vlaams wegen. Ik verwijs nogmaals naar dwars door Vlaanderen, toen gewonnen door Nick Nuis. Het jaar waarin Nuis ook de Ronde van Vlaanderen won. Ben ik benieuwd of Chavanel nog iets in petto heeft. Ik denk als er eentje beweegt dat hij onmiddellijk op het wiel gaat zitten. Ja, je deed daar net een teken met de middenvinger en de wijsvinger. Ja. Het trapt makkelijk. Hij zit met een vrij kleine versnelling te rijden. En dat is eigenlijk niet direct het handelsmerk van een Chavanel, die meestal toch met een grotere versnelling rijdt. En hier is nu wel verstandhouding. Hè. Het probleem is dat Stijn van den Berg of Paulini nu op kop rijdt of niet op kop rijdt. Hij doet toch anderhalve beurt, want hij steekt daar de helft boven. Bandiera doet nu het werk in de achtervolging, zegt men via de wedstrijdradio. 25 seconden en 3 minuten en 21. Wat zegt de spirit, hè? Op dit beeld zou je nu gaan zeggen van ja, maar de beter zit er vooraan, dat is de logica. Maar wat zegt de spirit, wat zegt het kopje van deze van den Berg? Ga ik vol voor winst en neem ik die patriot mee? En als dat het geval is, dan heb ik een probleem, want dan kan ik niet winnen. Ja, misschien dat hem straks diep in de finale toch nog mee rijdt nu en dan straks de laatste 10 kilometer zegt tegen Paulini, rijd nu maar. Hè. Als het gat gemaakt is. Ja, rijd nu maar. Zo zou ik het doen als ploegleider. Maar jij hebt nog bij rally gekoerst. Nee, maar dus moet jij daarvoor niet, je moet daarvoor niet bij rally gekoerst hebben. Ik zou hem nog een stukje laten doorrijden. Nee, maar daar ging het altijd zo. En dan weet je dat je de laatste 10 kilometer in gaat. Wat is hier gebeurd? Nee, niks van den Berg die een ander traject neemt. En Paulini die denkt van, waar is hem nu naartoe? Ja, maar die weet niet dat hij verplicht bent om op het fietspad te rijden. Uh-huh. Ze hebben dan niet in Italië fietsbaan, of toch weinig. Het is een type dat behoorlijk wat wind vangt als hij de armen opentrekt, deze Paulini. De man van 36 en nu toch 30 seconden, zegt de wedstrijdradio. Dat is al een serieus gat. Ja, dat is een paniek. Dat is een panieksituatie om dat dicht te rijden. Oei. Dan hebben we een probleem. Denk eens daarvan achter. En het is de lange munten. In Schelde-Windeke. Begint nog goed, maar eindigt dan slechter en slechter. Naarmate we naar het einde gaan, worden die kasseien slechter. 1917 werd hier een... vliegveld aangelegd door de Duitsers. Niet type bommenwerper. De Haken 4 kon hier opstijgen in 1918 om Londen gaan te bombarderen. Hier en daar aan de kant van de weg zie je daar nog funderingen van. Maar nu ook voor de koers zien wat Van den Berg met Paulini doet. Nou, fel gaat Van den Berg tekeer. Weet hij dat er eventueel van achteruit misschien nog een demarrage komt van iemand. Die zou er dan toch moeten komen, denk ik. Want 29 seconden, een half minuutje. En toch is het Geraint Thomas die gewoon zijn werk blijft doen. En Roelands die volgt. Renaat. Ja, spandoek gezien langs de kant van de weg. Met een fusée in je gat val je niet plat. Maar de vraag is of Stijn van den Berg daar ook zo over denkt. Want die Paulini zit in zijn wiel en heeft eigenlijk het minste werk opgeknapt in die ontsnapping. Op de stenen van de lange munten. Op het goede gedeelte nog altijd. De slechte stenen zitten er aan te komen. Van den Berg kijkt nog op, nog om. En ranselt gewoon de stenen uit elkaar. Paulini kleeft aan zijn wiel. Die 30 maakt daar maar 35 van. Ze rijden nog verder weg. Alles in één beeld gevangen nu. Daar de achtervolgers. Zijn die nu elkaars gevangenen? Durven ze niet? In het besef dat in een toch wel zware voorjaarswedstrijd één cartouche afschieten nu fataal kan zijn? Ja, vooral bij deze weersomstandigheden. De kou die toch zijn werk zal gedaan hebben. Die vooral met een pak energie gaan lopen is. Is Roelands bang voor Van Avermaat of omgekeerd? Ja, Van Avermaat die in ieder geval al meer gewerkt heeft dan Roelands. Maar daar moeten we nu niet meer over spreken. Het is gewoon een...
overmaat. Nee, ik zal hier rennen. Gewoon zeggen, Sleen. Dit is toch verder, dit gat vind ik. Dit is toch Felix, hè? Felix, ja. Dit was heel erg. Het is wel of zo, maar ja. Zit dat met het, terwijl we het peloton krijgen, met het doorlaten van de volgauto? Nou, de volgauto in principe 45 seconden Bonen, terwijl Bonen is hier een klein beetje druk maakt. 3 minuten 33, Tom, no problem. Ja, die volgwagens in principe gaan die door mogen. Normaal is er een regel van 1 minuut. Maar ik denk wanneer ze straks wind op de kop richting Gent opdraaien, moet dat in principe toegelaten zijn dat die ploegleiders door mogen. 40 seconden, de voorsprong van de twee. 40. Van Kersbulk links achter Bonen. Goede 7 kilo vermagerd in vergelijking met vorig jaar. Ja, goed signaal. Hè? Een jaartje ervan tussen geweest of toch een minder jaar gekend. Een formidabel eerstejaars. En dan toch nadien een beetje minder. Terwijl Paul Lunny zich nu wel platlegt. En logisch ook, die ruikt die overwinning. Ja, heb ik een vraag voor jou. Een vraag. Heb jij Stijn van den Berg ooit zien sprinten? Nee. Dus denk weten we dat eigenlijk niet. Maar hij heeft niet het gabarit van de sprinter. Nee, maar we hebben hier al gezien, tenminste 2 uur geleden hebben gezegd van... Ja, het is geen normale sprint. Het is geen normale sprint. En zeker niet man tegen man. We hebben hier Fletcher ooit met lange veld zien aankomen. Dat was niet meer sprinten, dat was gewoon even recht op de pedalen blijven staan. Dan pedaal naar beneden, terug naar boven, terug naar beneden. En uiteindelijk was er dan toch iemand gewonnen. Lange veld. Het zat er natuurlijk wat in. Nu we wisten dat Bonen door zijn... De 2 opnames in een ziekenhuis dat het niet top kon zijn, dat dit een uitgave kon worden voor outsiders. Ja, zeker. De vraag is hier, hoe ver blijven ze ronddraaien, hoe fanatiek ze weten, deze mannen weten, dat ze verloren zijn. Er zit maar één mannetje bij, die kan het spel echt meespelen, dat is Chavanel. Mm-hmm. Die heeft een ploegmakker vooraan en al de rest, ja, als ze willen winnen of op het podium willen komen, ja, het podium is nu nog net één mannetje rijk. Wat? Mercato. Pas 5. 2 van de top van hier. Daar zijn ze weer bij. Kijk daar. Ze zijn weer bij. Ja, we zijn er ook. Snaar. Goeie uitkomst. Nog een uitje zet. De ploegleider van Katyusha ook al te dringen op de tweede rij. Hij duwt Peters bijna van de baan en raakt dan toch bij Paulini. Ik kan er u bij vertellen dat Paulini dat die ploegmaat geweest is van Wilfried Peters. Hè? Ja, maar ik zou, mocht ik van Renaat iets gaan vragen aan Wilfried Peters. Wat heb je tegen Paulini gezegd? Doen, hè? Ja, nee, wat heb je tegen Stijn van den Berg gezegd? Ja, Peters kent Paulini door en door. Hè? Ja. Als je durft, manneke, ik rij u van de weg af. Vergeet ook niet dat Paulini een hele poos bij Quickstep gezeten heeft, hè? Tot en met 2006. Ja, het is Torsten Smit aan het stuur van de Katyusha-wagen. Katyusha die hier op weg zijn met heel hoge rugnummers, 191 beginnende. Mannen staan nog niet bij het pro-tour gedeelte, staan nog bij de pro-continentale ploeg. Maar ze hebben die plek voor een goed begrip gekregen, ja. Die had TAS in beroep. Hè? Ja. En dan zijn die natuurlijk dubbel en dik gedreven om te laten zien wat ze allemaal kunnen. Want voor de rest, deze Paulini moest het wel doen. Want ik heb ook wel een goede Smukulis gezien en Christophe vaak mee vooraan. Maar met Kuznetsov en Selig en Satevic, ja. Nee. Maar je kan je Vlaanderen niet veroveren, hè? Nee, maar je hebt er maar één nodig om te winnen. Hè? Dat is waar. En bij Quickstep hebben ze er 2. De BVB Classic is gewonnen door Nicky van der Leijken uit Nederland. Voor Rabobank komt hij uit. Ja, ze komen toch iets dichterbij, denk ik. Baldato die daar toch Van Avermaat een beetje ging aanmoedigen van kom aan. Het moet. Het moet.
Ik hoop voor deze jongens dat ze straks niet zeggen, Ju, we zijn te ver laten rijden. Renat. Ja, vraag je voor Wilfried Peters. Wat nu? Maar ik laat Stijn vol mee doorrijden. Natuurlijk, Paulini is ook wel heel snel, maar je weet nooit naar zulke weersomstandigheden. En zo laat mogelijk proberen terug te pakken. En dan heb je nog kans met Javanel. Ja, het ziet er naar uit dat de twee voorop kan blijven. En dan? De kans is heel groot, denk ik. Dus iedereen zit een beetje piepend op met deze weersomstandigheden. Dus ik doe er een gokje op. En ik heb veel respect voor Stijn wat hij al gedaan heeft. Hoop je dat Van den Berg doet wat Van Marken vorig jaar deed met Bonen? Je weet nooit, het is een rare arrivé, dat ga ik hem straks nog vertellen. Dus hopelijk gaat Paulini iets te vroeg aan, maar zo kijken. Wat kan je Van den Berg nu vertellen ook over Paulini? Want je kent hem als je broekzak. Ja, daarom, maar na zonder omstandigheden, ik hoop dat Paulini iets te vroeg begint. Dus laten we kijken. Dankjewel. Hij hoopt, Wilfried Peters. Laatste overwinning van die Paulini dateert uit het jaar 2009. Toen won hij in Legnano de overigens lastige Coppa Bernocchi. En toen won hij ook de slotetappe van de Lombardische wielerweek, wat vroeger op het seizoen. In 2008 de Trofeo La Aquilia. Ik ga niet alles opnoemen. Ik wil u alleen maar zeggen, het is een tijd geleden dat hij nog won. En Van den Berg, ja, die is binnengekomen bij de profs bij Unibet in 2007 met de eindwinst in de Ronde van Ierland, nadat hij daar de eerste etappe won. En met die twee overwinningen moet hij het voorlopig doen. Ja, maar je is dan toch vrij vlug overgeschakeld als knecht. Zwaar. En met succes, dus toch wel een succesknecht binnen de formatie van Tom Boonen. Dus Bernie Hagel die zich hier ook nog eens druk maakt omdat de camera net iets te dicht rijdt. Je moet er alleen een bordje bij zetten. Je zit op 4 minuten. Quattro, 4 stuks. Hij wil weten hoeveel het is, hè? Ja, en het is 10:10 na 4. Maar ze weten niet hoe laat het is, blijkbaar. Het is over. Het is voor een verre ereplaats. Niet eens meer voor een top 10. Nee, niet op een lint. Dit is niet goed. Dit zal moeten ronddraaien. Ronddraaien in een ketting en dat gebeurt niet. Dus gaat Van Avermaat er nog een impuls aangeven. Komen nu wel op 28 seconden. Ja, maar ze hebben er net al een... Er beginnen nu al een paar mannetjes bij te zijn die ofwel slechte benen hebben ofwel denken van oké, ja, laat maar zo. Van Avermaat nu weer. Dan zou je toch mogen denken dat Belgen elkaar verstaan. Ja, maar ja, verstaan hoe, in welke zin? Ja, rijden en dan zien wat het geeft. Laten we dan sprinten voor de beste prijs. Ja, dus het is dan nog altijd met Chavanel, die voorlopig geen meter gereden heeft sinds Zottegem of de Lippenovelaan, waar deze man is weggegaan. Dus met andere woorden, Omega Pharma Quickstep speelt het tactisch zeer goed. Speelt het goed. Ze kunnen de laatste kilometer misschien nog altijd een beetje het spel gaan spelen om te zeggen, oké, laat Paulini toch maar doorgaan. Ze kunnen het spel nog altijd draaien tot en met de laatste 2 kilometer hier. Druk zetten op deze Paulini. De ploeg Katyusha dus, zoals ik daarnet kwam te vertellen, pas laat als 19e ploeg aangeduid. Dat kan voor problemen zorgen met een veel te groot peloton straks in de broodhoer als alle wildcards uitgedeeld worden. Daar waar de veiligheid toch smeekt om minder renners. En dat zou er kunnen komen, want de UCI heeft onder meer gedacht om de eenheidscultuur te betwisten met ploegen van 6 man. Daar pleit ik al langer voor. Ja, het zou misschien in de toekomst wel kunnen dat men zegt... 38 seconden. We gaan de Tour dan toch maar rijden met 8 renners in de plaats van 9 renners. Waarom of 7? Niet? Ja. Vier minuten en 5 voor de rest. Dat is dus al lang gedaan. Ja, dat is al lang gedaan. En deze mannen die moeten stilaan gaan nadenken. Want elke kilometer dat die koplopers dichterbij komen en die dat pijltje daar bovenaan met die 35 seconden, nu waren er net 25 en nu terug 35. Dus het geloof is hier een klein beetje weg. Ja, het is klein klaar. Hè? Op 12 kilometer van de streep na een lastige semi-klassieker mag je wel stellen dat Stijn van den Berg de beste man in de koers is. Punt. Ja, zoals vorig jaar we eigenlijk konden zien, maar nog niet aan de finish wisten dat Van Marken ging winnen. Bij Ailouk al op dat moment konden zeggen dat Van Marken de beste man in koers was tot dusver. Belangenmunten en de Molenberg de koers echt volledig in handen genomen. En dan nadien Tom Boonen komen kloppen hier. En dan kun je straks alleen maar van ellende op je schedel trommelen dat je ze laten rijden hebt. Ja, inderdaad. Maar misschien als hier een Jurgen Groenlands bij zit of een Van Avermaat bij zit. Dan gaat het niet door. Dan gaat Stijn van den Berg toch niet doorrijden, denk ik. Misschien proberen met deze man. Je weet nooit. Maar kijk eens naar de scherpte. Ondanks het feit dat hij goed ingepakt is. Het is een mes, hè?
Dat is inderdaad een mes. Paulini daartegen. Dat is een pakket. Dat is iets wat struizer gebouwd, maar dat zou voor deze wedstrijd geen handicap mogen zijn. Dat is een Italiaans loogworstje. En pak ervaring, hè. En is ook gewoon van wedstrijden te winnen. En Wijnands ook al heel veel gegeven in de bergzone. Roelands daarentegen meegegleden. Roelands vooral meegegleden en misschien wanneer hij straks de sprint mocht winnen, misschien de man die van zichzelf zal zeggen, tju, toch iets meer aandacht moeten hebben en toch iets meer meekoersen. Je mocht passief koersen, maar je moet toch oppassen dat je niet te passief koerst. U merkt dat het GPS-verschil wat later meevolgt. Daar zijn ze nu, de 40 seconden. Nog 11 kilometer. Allee, wanneer begint de pokerfase? Paulini rijdt toch rap, zo, want op het moment dat Paulini overneemt, moet Van den Berg toch op de pedalen gaan. Dus het gaat toch wel fruit. Er zit jus op. Toch heeft hij wat van een bompa. Hij rijdt met de knietjes wat open. Maar hij rijdt de bompa's? Ah ja, dat is met die kindjes daartussen. Op die... die kinderstoeltjes op die fietsen. Ja, 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 nu ben ik mee. Ik ga je al meegeven. Paulini is op papier de snelste, vandaar dat ik dat doe. Drie Italianen hebben deze wedstrijd gewonnen. Ballerini in 1995 en had hij met Schmil, als ik me dat goed herinner, van Hooijdonk geringeloord had. Bartoli, 2001, toen Van der Aarde zijn ploegleider was. En Pippo Pozzato, aankomst ook in Lokeren toen in 2007. Laatste keer in Lokeren. Na een prangende finale was dat. Ja, wegreden in de laatste plaats. Lekker ronde daar, ja. Over die paar bruggen. Late demarrage, een kilometer of drie van het eind, dacht ik. En weg. Koplopers, 10 kilometer. Minder dan 10 kilometer. Ja, het geloof is er een beetje uit. Hè. Het is niet echt ronddraaien met het idee van we moeten er naartoe. Dat is op kop rijden en toch nog een beetje reserve houden. Want mochten ze terugkomen, maar dat gaan ze niet meer doen. Ja, het is en het blijft ondankbaar als je straks dan de sprint wint voor de derde plaats. En Van Avermaet die dan zei van mocht ik de omloop het Nieuwsblad winnen, ja, dan zou mijn seizoen al voor 60% geslaagd zijn. Ja, dat klopt, maar dat zou hetzelfde geval geweest hebben voor een Jurgen Roelands. En dat zal zeker hetzelfde geval zijn voor 100% geslaagd mocht deze Stijn van den Berg kunnen winnen. Ja. Ook Paulini, zijn seizoen zou voor een stuk geslaagd zijn. En het zou voor Katjusha een opsteker zijn. Hoe komt dat dat Katjusha die World Tour plek niet kreeg? Dat heeft de UCI eigenlijk nooit verklaard. Maar het aantrekken van een manager als Jekimov, zo lang aan de zijde van Armstrong in de bezoedelde zone, is natuurlijk wel een zeer slechte zaak geweest. Daar bij de Russen. We gaan naar Renaat. Ja, even een paar woorden die gewisseld worden tussen Paulini en Van den Berg. Een paar woordjes, maar geen idee wat ze gezegd hebben natuurlijk. Je kan je natuurlijk ook de vraag stellen wat Van den Berg waard is in de sprint. Het is de allereerste keer, voor zover ik me kan herinneren, dat hij zich in deze situatie bevindt zo diep in de fase van een topkoers natuurlijk. Hè. Dus misschien kan hij wel voor de verrassing zorgen. Ja, maar Van den Berg is niet traag. Hè. Je moet niet denken dat Van den Berg echt een strijkijzer is. Hè. Die kan rap rijden. Dat is een man die past in een treintje naar de finish toe. En dan moet je toch wel kunnen snelheid maken. Dus het is niet zo dat echt een strijkijzer is. Hè. Nu zal Van den Berg Katjusha wel, wat zeg ik, Paulini wel kennen. Het is zo dat hij bij Katjusha weggegaan is op het ogenblik dat Paulini daar binnenkwam. Ja. Ja. Dus de tijd door Jeff Brakenveld nog aangeworven samen met Maxime van Tomme. Ja. Brakenveld die wel oog had voor deze Stijn van den Berg. Van Tomme die nu bij Kreeland zit. Ja. In een andere rol. Iets meer naar voren geschoven als kopman. En vorig jaar overigens een goed voorjaar gereden in dienst. Iets meer zijn eigen koers mogen rijden. Deze Stijn van den Berg heeft de knop op een ander kanaal gezet. Knecht spelen voor bijvoorbeeld een Tom Bonen. En ik denk ook in de volgende wedstrijden voor Cavendish. Wijnand, Chavanel, Roelands, Van Avermaet mocht hij later ingeschakeld hebben met Geraint Thomas. Dan van Dusselare, Garcia, de Basque en Bandiera, de achtervolgers. Ze zijn met 8, maar ze konden geen sikke pit dichter. 42 seconden wordt er nu verteld. We gaan hier straks nog een algemene stop krijgen in deze achtervolgers. Mannen die gaan kijken, die niet meer gaan meerijden en proberen een derde plaats weg te pakken.
Edwin. Door op een laat moment weg te rijden. Toen je zei van algemene stop, dacht ik, het is wel laat om dat gaan te plassen, maar het is wat anders dus. Nee, dus, en dan zou het wel eens kunnen zijn dat degene die de sprint wordt, niet direct op het podium staat. De sprint wint, niet direct op het podium staat, maar ergens vierde of vijfde is. Want wanneer men dichter bij de finish komt en men heeft het idee van ja, ze zijn toch weg, gaat men toch proberen nog derde te worden. Met een demarrage van achteruit. Stijn van den Berg, in elk geval al de man van de koers. Dat zonder enige twijfel. Hij heeft ze in 2-3 fases opengebroken en gemaakt. Maakt hij zich ook af? Dat is de vraag. Benieuwd hoe lang Stijn van den Berg gaat meerijden. Rijdt hem mee tot aan de finishlijn? Brengt hem Paulini tot centrum Gent? Of denkt hij van een kilometer of 2-3 van het eind? Zoek het uit en rijd nu maar verder door alleen. Ik probeer u wel te kloppen. Nu nog niet? Nee, nu nog niet. Hè. Het is nu... ik denk terugkomen dat dat ook niet direct optie is. Hij moet proberen vooraan blijven, maar dan wel druk zetten op Paulini. Tenminste, dat zou een optie zijn. Nu nog niet gaan slepen. Wanneer dan? Goh, langer wachten. Hè. Een kilometer of 2-3 van het eind is voldoende. Dan moet hem toch doorrijden. En dan kan je toch een paar keer die benen stilhouden. Echt eens nog eens goed diep ademen in de hoop van ja, toch die batterijen nog een klein beetje op te laden. En zijn ze hier nu al een kas aan het opvreten of is er dan nog altijd een sprankeltje hoop bij die man? Nee, die zitten er hier al. Je ziet aan de gelatenheid op sommige gezichten al van ja. Voor sommige jongens is dat goed. Ik vind Van Doeslaar bijvoorbeeld, die zit hier op zijn plaats. Die Spanjaard ook, die heeft zoiets van goed, ik ga hier top 10 rijden. Dus een geweldige uitslag voor mij. Er tegenover staat denk ik van Jur Goerlands en vooral om Van Avermaat ook, dat die denken van toch een gemiste kans in 2013. Heeft deze Paulini al wat op zijn erelijst staan dat wat Vlaams oogt? Oh ja, Brabantse Pijl gewonnen in 2004. Toen nog aankomst Alsenberg, weet je nog? En de eerste etappe in de driedaagse van de Pannen voor Ballam. Dat is de lastige etappe, hè? Dat is inderdaad de lastige etappe, ja. Die van Zottegem toen. Aankomst in Zottegem. Dus hij heeft dat wel allemaal in zijn historie en in zijn benen. Ja, en hij heeft ook uitslagen gereden. Zij het dan niet direct top podium plaatsen, maar dan toch top 5, top 10 plaatsen. In echt wel hele grote wedstrijden. Hij heeft een hele aardige opleiding gehad, deze Paulini. Dat is? Tandtechnicus. Dat hem dan maar zijn tanden niet stuk bijt op deze lange Stijn van den Berg. Dat is een mooie. Die zit straks in de samenvatting. Als hij wint. 6 kilometer nog. Vooruit, Stijn. Rustig aan, Stijn. Hoop van de Belgen bij jou. Maar het probleem is dat hij daar nog nooit gezeten heeft in zo'n gunstige situatie. En Sven Nys wint de kleikros in Lebbeke voor Albert en Mietse Bosmans. Morgen, overigens, kijkt u eerst... Dat moet rond 14:15 zijn naar de sluitingsprijs in Oostmalle. En aansluitend rond 14:45 gaan wij dan rechtstreeks met Kuurne, Brussel-Kuurne. Een wedstrijd op papier voor sprinters. En je weet maar nooit. Maar het is wel zo dat in de koers van morgen Kuurne, Brussel-Kuurne alle ploegen met een dikke sprinter uitpakken. Nou ja, toch bijna allemaal. Komt dan nog eens bij dat de weersomstandigheden toch nog iets anders zullen zijn dan vandaag. Men denkt toch al aan eventueel inkorten of afgelasten voor een stukje. Peters met instructies. Paulini onderweg met een reservefiets, denk ik. Of toch niet vertrokken met de originele fiets. Geen kaderplaatje eraan. Nu al de benen een klein beetje ontspannen. Zou die Nederlands verstaan? Wie weet. Heeft nog bij museum geslapen, hè? Zou nog wel iets Nederlands verstaan, hè? Misschien niet de juiste woorden. Daar komt Torsten Schmidt weer. 5 kilometer nog, dames en heren. Ja, nog een kleine kasseistrook. Steenakker, 700 meters. Kilometer of kleine 3 kilometer van het eind. Belgen zijn hier een hele poos, tientallen jaren, baas gebleven. Dat is het voorbije decennium en zelfs daarvoor wel eens een paar keer anders geweest. Stijn van den Berg die toch nog altijd geen moment twijfelt, altijd blijft doorrijden. Ja. Je nog niet aan denkt om in het wiel te gaan zitten. En misschien wel denkt, ja, wat brengt het op of ik in het wiel zit. Steek er toch boven. Maar die Paulini kan dat kleine lijf toch zo aardig opspannen. Hè? Een blok, hè? Explosiviteit. Het zal wel wat afgebot geraken. Dat is het eerste wat afbot, overigens. Hè? Als je wat ouder wordt. Ja. Dat heb jij me toch al verteld. Wacht maar, tot later. Ah ja, dat is waar. 45 seconden. Gelatenheid dus. De betere mannen zitten hier, punt.
zelfs na de reacties en ze verder blijven wegrijden. Ja, maar van als de reactie meer dan 15 seconden was op het moment dat deze man 15 seconden had, die trekken dan echt wel door, dan heb je zoiets binnen die achtervolgende groep van oei, nog eens, ik ben al een beetje krachten verspeeld. Nog 4 kilometer en u zag daar wel degelijk dat de wind daar op de neus zit. Komen ze daar nog eens een aanwijzing geven van het verschil? Dat is geruststellend. Een hele lange beurt op de trappers van Paolini. Ja, een beetje benen opblazen, een beetje de power in de benen voelen. Is goed opspannen nog. Ja, gezien het palmarès van deze twee zou je in principe niet mogen twijfelen. Nee. Kan een degelijke helper dit afmaken? Heeft hij dat venijn in zich? En ja, zou hij misschien al niet direct een beetje te snel, te vlug tevreden zijn met het idee van oef. Ik heb laten zien dat ik een finale kan rijden. Ik kan straks in de E3 Haarlembeken, in Gent-Wevelgem, in Parijs-Roubaix, en daar voor de Ronde van Vlaanderen een rol van betekenis spelen. Wat? Zelfs mede finale kleuren. Die kans is groot, ja. Maar mag zich niet neerleggen bij een tweede plaats. Ik zal er ook wel alles aan doen. Wat gekwispel hier. Ja, een beetje omkijken. Hè. Twee trappen op kop en omkijken. Roelanders die ongetwijfeld denkt van hoe is het mogelijk dat ik dit liet gebeuren. Ja, dat was de fase waar Roelanders toch wel enorm veel de kat uit de boom aan het kijken was. Van Avermaat die misschien dan terugdenkt aan de manier waarop hij het volle pond gaf op de Taienberg al. Ja, het vorig jaar hier vijfde. Het zal toch weer niet waar zijn zeker. Maar dat zit er wel aan te komen. Dat hij daar weer aankomt. Ja, dat hij weer aan een reeks begint van goede uitslagen. Vijfde vorig jaar, dan vierde, ook vijfde in de Strade Bianche. Vierde de Ronde van Vlaanderen, vijfde Brabantse pijl. En ga zo maar door. Van Avermaat. Tik 2,5 kilometer. Paolini op kop. Ja, we draaien nu de kasseien op. Jepla. Luca, en een verrassingsaanval. Een verrassingsaanvalletje. Maar Paolini onmiddellijk op het wielrenaat. Ja, hij probeerde het aan de binnenkant, maar de Italiaan is niet van gisteren. Integendeel, onder de boog nu van Topsport Vlaanderen. Een Vlaming aan de leiding, maar die Italiaan losrijden, dat wordt moeilijk. De steenakker, de stenen, ze liggen er makkelijk bij. Dat gaat geen sinecure worden. En op deze manier gaat Van den Berg Paolini natuurlijk nooit kwijtspelen. Heeft dat begrepen? Kijkt recht in de ogen van de Italiaan. En laat nu het tempo toch een beetje zakken, hoor. Van den Berg probeert hij op die manier Paolini de kop op te dringen. Ginder hangt het spandoek van de 2 kilometer. Het heeft er alle schijn van dat we naar een sprint met 2 gaan. Straks in de Overpoortstraat vlakbij. Je weet wel, Michel Frituur, de Gouden Saté. Van de week is de eigenaar, de uitbater, overleden. Julien, een legende bij elke Gentse student. Nog 2 kilometer. Van den Berg, was dit zijn enige poging? Dan denkt hij dat het moeilijk wordt. Dan denk ik dat hem zijn kaarten nu al op tafel gegooid heeft. En dan is het Paolini die met al zijn ervaring de boel moet aanpakken. Ja, dat men weet dat Paolini nog meer troef zitten heeft dan hij zelf. Is er nog een plan B? Ik vrees ervoor. Een plan P, denk ik. Een plan Paolini. Nog 1,6 kilometer. Renaat. Ja, interessant momentje. Paolini die naar rechts uitweek en die bijna tegen de motor van de seingever, mobiele seingever, reed niet de schuld van de motor, maar Paolini, een beetje onvoorzichtig, zit nu weer in dat wiel van de Oost-Vlaming. Het tempo is traag. We zitten onder de 40 km per uur. Het tempo stokt. Ze rijden op dit moment steekspel. Wint 6 jaar na Pozzato weer een Italiaan? Of gaat de reeks van Marken gewoon door? Nou ja, Van Marken de aanzet vorig jaar met winst, verrassend voor Bonen. Mocht Stijn van den Berg hier Paolini vloeren in de sprint, dan mag je dat ook als een verrassing bestempelen. Hij lokt Paolini uit zijn kot en die neemt inderdaad nog eens over. Checkt eens even hoe het zit met zijn opponent, maar dat duurt niet lang. Die lijkt me zelfzeker. Ja, dat is zelfvertrouwen. Hè. Als je kunt in het wiel zitten van een Stijn van den Berg die de benen niet stilhoudt en je gaat dat toch nog overnemen op minder dan 1,5 kilometer van het eind, dan heb je zoiets van, ik heb daar net op die stenen gevoeld, op de steenakker gevoeld, dat ik misschien toch wel de betere ben. Wat zeg ik? Zeker ben van, ik ben de betere. Paolini die zijn hele carrière gesukkeld heeft met 1 euvel.
te graag eten. Een smulpaap. En snel aantikken, dat is hem ook aan te zien. Maar hij gaat hier wel de laatste kilometer in. Renaat. Ja, het gebeurt allemaal onder het goedkeurende oog van Peter van Petegem. Die uit het dak van een van de volgauto's van de organisatie steekt. Het leek even naar een surplus te gaan, maar Van den Berg durfde dat dan toch eigenlijk niet. En heeft op die manier weer de minst gunstige positie. De kop. En nu gaan ze laveren. En hier is Van Avermaat. Van Avermaat en dan de counter van Garcia. Opletten, er is die wat vreemde chicane. Die kan misschien nog wel wat roet in het eten strooien. Daar kun je aan mispakken. Je ziet de streep vrij laat. In het voordeel is hij die hier al eens een keertje sprint. Kun je dat van deze twee zeggen? Ja, Paolini was hier vijfde in 2011, maar kwam toen alleen binnen. Toen lag het hele veld in stukken en brokken uiteen. Van den Berg gaat nog overnemen. Dus ja, dat is eigenlijk nu al zeggen, oké, ik ben blij. En hij mag ook blij zijn, terwijl deze mannen terug zijn ingelopen. Op die hellende zone. Kleine verdappering. Paolini plakt aan het wiel. Ja, zeg nooit nooit, maar de kans is groot dat Paolini wint. Hellende strook. Juiste keuze van verzet. Maar Paolini zo ervaren. Dat is een carrière van een jaar of 15. Wellicht langer. Nog 300 meter. Nog 300 meter. Paolini aan. Heeft Van den Berg er nog wat op zitten. Komt hij nog in de buurt van Paolini. Gaat het in elk geval nog proberen. Maar Paolini neemt een lengte. Van den Berg probeert nog bij Paolini te komen. Maar Paolini houdt stand en controleert deze sprint perfect uit. En gaat deze omloop het Niesblad winnen. Luca Paolini wint op zijn 36e de omloop het Niesblad. Voilà, voor Stijn van den Berg. De klus simpel geklaard. Getekende gezichten toch, hè? Oeps, Chavanel. Met twee man op het podium. Het kan. Geraint Thomas zegt van nee, dat ga ik niet laten gebeuren. Garcia glipt mee. En ook Bandiera. En zo wordt Chavanel weer gegrepen. Dan wordt het een probleem om nog op dat podium te komen. Van Avermaat dan maar voor dat podium. Tenzij Roelands nog een sprintje wil plaatsen. Roelands, of Van Doeselaar. Van Doeselaar, Van Roeland zeker. Zal een beetje een zalfje zijn op een wonde. Een opsteker dan toch misschien voor de rest. De voortzetting van het seizoen. Paolini 1. Van den Berg 2. Roelands komt. Daar komt Roelands. Van Doeselaar gaat ook meedoen hoor. Uiteraard gaat hij meedoen. En die gaan we zien wat er hier nog op zit. Het is hier nog de fase van de keuze van het huur. Wat gaat hier Van Doeselaar stevig tekeer, zeg. Die mag voor mijn part wel op het podium. Houdt hij dat vol? Komt hij er? Ja, die komt er. Die wordt derde. Ja. Al was Thomas daar nog aardig dicht. Maar die zal het bij een vierde plek houden. Van Doeselaar derde. Ja, sterk. Heel sterk. Met allure. Ongetwijfeld. De andere geleden vermoeid, maar dan ook in het hoofdje van ja, het is toch niet meer voor nummer 1. Ja, maar toch, dit mag geen excuses zijn. Dit is toch, wanneer je geklopt wordt in een zware sprint, ben je op het einde toch minder goed. Dat klopt. Daar heb je Luca Paolini. Wanneer was die laatste? Niet echt volledig. Hier nog een sprintje van Heisel, tenminste. Een poging. Is dat van... Ja. Ik dacht ook van Tomme te zeggen. Maar het is hem niet. Nee. Ziet Van Landschoot daarop nog klaar. En Boas van Hagen die er wil uitkomen. Maar die wordt daar wat ingesloten. Siolek komt ook aan de binnenkant. En die wringt er zich tussendoor. En wint hier dat minisprintje voor plaats 11, meen ik. Hè? Op 6 minuten en 25 seconden komt dit compacte peloton. Nou ja, dat wat er van overblijft. Het is Drucker. Die wint. Nee, de man van Accent Wanty. Siolek kwam wel degelijk binnendoor, hè? Ja. Op plaats 11. Paolini voor de flash. Luca Paolini, complimenti, hai vinto. Questa corsa è importante per te e per la squadra. Sì, è quasi da non credere. È 3 anni che cerco di vincere questa corsa. Ho fatto quarto 3 anni fa, l'anno scorso sono arrivato nel primo gruppo, però senza energie.
Penso che è anche una vittoria di esperienza perché ho sempre corso bene davanti e penso che quando eravamo in due lui era più forte, però Vidibi era più forte, però gli ho tenuto la ruota e sapevo di essere più veloce in volata. Puoi raccontare la storia di questo sprint? Ma sinceramente avevo paura in un suo attacco perché io ero un po' ero stanco, però anche lui si vede che era stanchissimo. Ho perso l'anno scorso uno sprint a fine anno perché ho aspettato troppo partire e invece questa volta sono partito ai 280 metri quasi, avevamo appena passato i 300 metri e ho avuto la meglio. Domanda classico, dopo la vittoria nel circuito Nieuwsblad puoi anche vincere un monumento come le Fiandre? Ma ho sempre detto che sono le corse che amo. Ho fatto un podio al Fiandre qualche anno fa e negli ultimi due anni sono andato bene perché comunque ho Katiuscia che mi permette di preparare questi obiettivi e crede in me, quindi questo è un passo importante per me oggi, aver vinto oggi e essere consapevole che posso dare ancora qualcosa in queste gare e penso di poter dire che posso puntare a far bene a un buon Fiandre. Per concludere, era molto freddo oggi. Sì, freddissimo. Penso che era il nemico peggiore, il freddo oggi. E anche in questo ho saputo gestirmi. Penso che anche in questo conti l'esperienza. Complimenti, grazie. Grazie. Grazie.